gele vlaggetje, dat is de locatie. En dat blauwe is waar ik ben. Ik realiseer dit gewoon, hè. Ik loop hier gewoon echt volledig alleen en ik weet niet of ik het kan laten zien. Oké, dit is kut. Bizar en gekke werk misschien wat ik ga doen. Ik ben zelf niet te zien wat mijn glas op mijn bril is ook beslagen. Maar wat ik technisch zou zien, ga doen. We zijn bij de Indian Giants Quarry. Laat ik het zo zeggen, Samir hebben we bij. Die is hartstikke moe. En die wil ik niet alleen in de auto achterlaten. Dus Fabian blijft er ook. Dus dat houdt in dat ik alleen een volledig donker bos inga om deze locatie te vinden. Je hebt wat over voor de... Daar staat mijn auto. En daar ga ik heen. Nou, we gaan maar. Misschien compleet gekke werk dan ik aan het doen ben. Maar ik heb het ervoor over. Van Jeff Movies. Alleen een donker bos in. Maar ik heb gelukkig wel deze. En zo kan ik contact houden. Hey Fabian. Hallo. Dus dat scheelt. Dit wordt al langer toch, jongens. Even kijken waar ik naartoe moet. Ik ben op de pad naar beneden. Ik laat de camera dit keer ook gewoon lopen. Normaal gesproken doe ik dat niet. Holy fuck. Dat is diep. Ik weet niet of ik met een andere zaklamp dat kan laten zien. Maar... Nee, je ziet het niet. Maar dit loopt vaak in diepe. Ja. Ja, ik snap je wel. Even af en toe even kijken of je contact hebt natuurlijk. Ik loop nu helemaal op de trap naar beneden. Dus ja, ik denk, ik kom nu een beetje afgelegen. Dus ik denk dat ik het wel ga vinden. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat gele vlaggetje, dat is de locatie. En dat blauwe is waar ik ben. Dus ik zou in de buurt moeten wezen. Hier zie ik rails lopen. En hier zie ik een heel gat naar beneden. Oh, wacht even. Ik denk dat dat het daar is. Hier staat nog een oud mechanisme. Bizar is dit, ziet zo. Ik heb slecht bereik, maar ik hoor jullie in ieder geval wel. Ik loop nu helemaal door de bos heen. En ik denk dat ik weet waar de ingang zit. Alleen het is wel heel erg moeilijk lopen, want er zijn niet echt paden. Als je van die berg afrolt, ik rij gewoon aan, hè. Ik heb de ingang gevonden. Het staat open. Holy fucking hell. Bizar dit. Wat zie je allemaal? Het is een hele lange gang naar beneden. Er zit een hek in. Ik ga naar binnen. Ik denk dat het signaal weg gaat vallen. Afspreken. Kwartier. Geen signaal. Jij deze kant op. Oké, jongens, het bereik is weg. Ik ben nu alleen. Succes, ja. Oh, dit is veel te lang. Dit is voor mijn eentje echt gevaarlijk. Ik zie meerdere gangen. Holy fucking hell. Ik realiseer dit gewoon. Hè. Ik loop hier gewoon echt volledig alleen en ik weet niet of ik het kan laten zien. Ik moet eerlijk zeggen, dit griezelt mij ook wel hoor, maar... Ja, ik heb even een lamp daar neergezet, dan ben ik zelf te zien. Maar het is echt bizar, ik loop gewoon in de steengroeven. En het is wel fucking stil. Alleen ik heb geen bereik meer. Dus ik heb afgesproken met Fabian om 15 minuten stilte eerst deze kant op komen. En ja, laten we hopen dat dat niet nodig is ook. Dus ik ga er even snel doorheen. Oké, dit is hier zo ontiegelijk glad. Als ik hier val en er gebeurt wat, is nog maar de vraag of die jongens precies weten waar ik ben.
Ik weet zelf hoe ik hieruit kom, maar... Holy fucking hell, kijk hoe groot. Waarschijnlijk doe ik dit even op after editing. Op de editing even op night vision. Maar dit is echt bizar. Oké, dit is kut. Gelukkig heb ik nog een reservebatterij bij me. Zegt dat ze niet vallen. Ja, maar dit is weer. Oh ja, als je afvraagt, ja. Ik ga op mijn smoel. Oké, eens even verder kijken. Ah, dit is al een kap ermee. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik ga er iets verder. Niet te ver. Er moet echt veel meer wezen hier binnen, maar ik ga het gewoon niet in mijn eentje doen. Er loopt daar ook een of andere kabel. Wat dat is, weet ik niet. Overal vaccinelichtjes. Ik denk dat hier een fotoshoot geweest is. Dat zien we vaker met lange sluitertijd fotografie, dat mensen kaarsjes gebruiken. Maar het loopt hier nog echt compleet verder door. Om nu gewoon veilig terug te gaan naar boven. Die mensen hebben geen contact met mij. Ze weten niet wat er op dit moment met mij is. Niet zo'n heel gevoel. Voor hem dan, weet je, voor mij, het gaat hier goed. Maar... ongelooflijk vet. Jammer dat je het niet goed op beeld krijgt. Ik denk dat we hier nog een keer terugkomen. Dus verwacht hier gewoon nog een keer een nieuwe versie van. En dan ga ik gewoon met een groepje. Zonder dat er problemen zijn. Weg terug naar boven vinden. Daar gaan we weer. Terug naar boven. Dat is meestal moeilijker. Ik heb dit allemaal voor jullie over. Hè? Voor het YouTube kanaal. Realiseer je dat. Maar ik vind het wel tof. Dus weet je, zeker weten als je nu aan het kijken bent, laat even dat duimpje omhoog achter. Ik doe dit niet zomaar. Ja, je moet gewoon natuurlijk abonneren, want ik maak gewoon elke woensdag dit soort video's. En ze worden steeds gekker. Ik weet niet waar het eindigt, maar... ik zie de uitgang weer. Wat een klim, jongens. Echt. Oeh. Ik heb maar een percentage van de gang gehad. Het is echt zo gigantisch groot, Fabian. Ik loop nu terug naar boven. Een wat? Een ledje. Oh, dat is niet chill. Ik kom jullie kant op, ik hou alles in de gaten. En ik ben weer boven. Bijna bij de auto. Dan ben ik blij om jouw gezicht weer te zien. Hey, worden die lampen uit? Ja, ik zie hem. Zie je hem? Wat is dat? Ik ga gewoon kijken. Zijn de mensen in zijn vrij en start de auto vast? Weet je wat het is? Nou. Vuurvliegje! Oké, okay. Geslaagd, ik weet het niet. Maar ik ben wel binnen geweest. Je gaat de auto voor rijden, hè, Fab? Nee. Oh. Nee, het is gelukt. Op de manier waarop, dat is even een ander verhaal. Maar ik ga terug naar huis rijden, want we moeten nog, denk 3 uur rijden? Dik 3 uur rijden, dus, en het is al 3 uur geweest, 3:30 onderhand. Dat zeg ik. Dus ik ga terug rijden. Ik zou zeggen... check gewoon volgende week woensdag weer naar een nieuwe video. Je weet hoe het werkt op YouTube. Abonneer en like even wat ik net al zei. Dan word je automatisch beeld gesteld. En dan zie ik jou gewoon volgende week woensdag. Bij weer zo'n net vet avontuur. Of een Jeff vlog. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval moe en ik ga naar huis.